Zoals zo vaak speelde de beklimming van de Kloosterstraat in Gerardsbergen een zeer belangrijke rol. We zien hier Marcel Hendricks met het nummer 85. De Italiaan Loreto Petrucci, een vaste waarde in de Ronde van Vlaanderen toen. Louison Bobet en Ferdi Kubler, bijgenaamd de Arend van Adliswil. In Leiden zijn we dan terug weggesprongen. We zijn dan met drie weggeraakt. En op een kilometer of 20, 25 van de aankomstlijn dus, had ik gezien dat Maillet met Bobet gesproken had. Dat ze misschien iets tracht te doen om mij te lossen. Maar ik was die dag bijzonder goed en ik heb direct degedemareerd en Bobet was gelost. Dus op die moment hadden wij misschien een 50 seconden voorsprong. Ik ben dan beginnen te rijden dus met Maillet. En op een kilometer of 15, misschien een kilometer of 10 van de aankomst, voelde ik wel dat Maillet aan het verslappen was. Een sprint is er eigenlijk niet geweest. Ik ben dus van op een kilometer 502 kilometers op de kop gegaan en ik heb mijn gang getrokken. Ik heb doorgegaan en op 500 meters van de aankomstlijn dus heeft Maillet zich rechtgezet. Dus er was eigenlijk geen sprake van een eindspurt.